Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe unboxing video op het NABV YouTube kanaal. Vandaag hebben we voor jullie een leuk instapmodelletje replica, de G&G Armament CM16 SRS. Ik pak hem er even bij. Zo, even kijken, mooie doos. Nou, staat meteen op wat het is. Plaatje, ook altijd leuk. Even kijken. Natuurlijk, allereerst de standaardboekjes. Het zijn er twee deze keer. Een high cap magazijn. En natuurlijk het apparaat. Hoppatee, daar is die. Dit is hem dan, de CM16 SRS, het kleine broertje van de SRL. We gaan even van voor naar achter naar kijken. Aan de voorkant zit natuurlijk de loop. Is van plastic. Een mooie keymod en bovenop een RIS-rail met twee flip-up sides. Daar zijn ze weer. En Ambidextrous Mag Release, weer wederom voor de links- en de rechtshandige gebruiker. Fire Selector zit wel maar aan één kant. Dat is dan weer een beetje jammer. Buttstock kan makkelijk naar voren en naar achter en kun je ook vastzetten, heel fijn. En dit vindt G&G altijd heel leuk om te doen, een extra geheim vakje. Voor bijvoorbeeld een batterij voor je lampje, als je er een lampje op wil zetten. Ja, verder bijzonderheden zijn er niet echt aan. Dit is een vrij standaard apparaat, wat wel heel leuk is. Is dat er een MOSFET in zit. Of eigenlijk een electronic trigger unit. Dus die beschermt je apparaat. Dus die gaat waarschijnlijk heel lang mee. Ik wil er eigenlijk wel even mee gaan schieten. Nou, lekker even mee geschoten. Ja, ik vind wel wat hoor. Hij schiet echt heel lekker. Trigger response is heel nice. Grouping is super lekker. Ik vind het een mooi apparaatje. Ja, nog even een beetje bijzonderheden. Hij heeft dus een MOSFET en een electronic trigger unit. Dus, nou ja, een moeilijk verhaal. Maar hij maakt de cycle altijd af en hij beschermt je apparaat. Dus dat is super lekker. Aan de achterkant zit een systeem om je batterij in te doen. Daar moet je even een beetje handigheid in krijgen. Ik heb die handigheid nog niet zo. En dan gaat hij heel subtiel open. Wat wel fijn is, hij draait dus om zijn as. Dus je kunt hem heel makkelijk even openmaken en weer dichtmaken. En dan kun je weer door. Nou, zou ik hem aanraden? Dit is heel makkelijk. Ja, ik zou hem zeker aanraden. Ik weet dat het een duurzaam ding is. Dat hij lang meegaat. Ik weet dat hij niet zo duur is. Hij kan goed mee met de jongens die er veel meer geld aan hebben uitgegeven. Dus als je net begint en je denkt, wat moet ik nemen wat lang meegaat en waar ik gewoon plezier aan kan hebben, dan moet je deze pakken, zeker. Nou, vond je dit nou een leuke video? Laat het dan ons even weten. Schrijf het even in de comments. Geef even een duimpje omhoog. Wacht, stop. Voordat ik het vergeet. Je kunt alle apparaten die wij hier unboxen komen testen op het NAC in Geldermalsen. Kom gewoon langs. Kost niks. Bibi's worden geleverd. Gas wordt geleverd. Kom ze proberen. Dan weet je zelf ook waar ik het over heb en waar jij het over hebt.